President Chandrika Prasad Santokhi heeft zich op vrijdag 29 april 2022 op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking door het crisisteam belast met de coördinatie van wateroverlast in het binnenland laten informeren over stand van zaken bij het Stuwmeer, de Dam en de ondergelopen gebieden. De president wilde een uiteenzetting van de best case scenario, maar zeker ook van de worst case scenario betreffende de staat van de Dam en het Stuwmeer. Wij spraken na afloop van de informatiebijeenkomst met de coördinator van het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, Jerry Slijngaard, en Rajkumar Nanda, waarnemend hoofd van de Meteorologische Dienst Suriname. Meneer Slijngaard, goeiedag. Kunt u ons vertellen, wat is het hoofddoel of de main reason geweest van deze meeting van vandaag? De main reason is wat mij betreft het feit dat de president en de regering geïnformeerd is geworden met betrekking tot de situatie, de ontstaande situatie in het Brokopondo-gebied. Een aantal dorpen die last hebben van wateroverlast en de president wilde graag geïnformeerd worden daarover. En dat is dus vanuit de optiek van NCCR. De bezorgdheid over de situatie van het Stuwmeer en natuurlijk het wateroverlast is ontzettend hoog. Waaraan moeten we denken? Is er al gepraat over gerichte oplossingen? Ja, uiteraard. Je moet natuurlijk bezorgd zijn als je deze situatie ziet ontstaan. En tegelijkertijd moet je er rekening mee houden dat wanneer we eenmaal bezig zijn met het monitoren van situaties die er zijn, moet er ook gekeken worden naar wat voor oplossingen ga je brengen voor de mensen. En elke oplossing is dus een belangrijke fase binnen het geheel van het rampenmanagement gebeuren. Dus inderdaad moeten we met zeer veel serieusheid kijken naar wat gaat er nu, wat gebeurt er nu, hoe gaan we verder met de situatie. Wat zijn de grote noden van de mensen? En hoe kunnen wij als organisatie en als land ervoor zorgen dat deze mensen die in nood zijn, inderdaad op een correcte wijze geholpen worden? En hoe staat het nu met de hulp en de ondersteuning wat er nu gegeven wordt? Nou, ik denk dat wij dus goed op weg zijn om dus de hulp voor de mensen te brengen. En NCCR praat op dit moment over noodhulp. Er is afgesproken dat die noodhulp door blijft gaan. We gaan dus kijken naast de noodhulp, want die noodhulp kan uit verschillende facetten bestaan. De noodhulp bestaat onder andere uit voedselpakketten. Maar tegelijkertijd zijn er ook andere zaken die bekeken worden. En dat is onder andere bepaalde behoeften die bij, laat maar zeggen, vrouwen bestaan. Dat dus vrouwen speciale ondersteuning krijgen. We kijken naar het opzetten van shelter-mogelijkheden. Er wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om de medische voorzieningen van de mensen goed te laten en vlot te laten verlopen zonder dat er onderbrekingen zijn. De mental health status van de mensen wordt besproken, daar hebben we vandaag ook over gesproken. Zo zijn er dus een aantal facetten die besproken zijn vandaag en de voorstellen die zijn gedaan. En ook een kleine vooruitzicht, een forecast van wat denken we dat er gaat gebeuren. Vooral nadat de meteodienst en de anderen hebben gepresenteerd. Zijn we hoogstwaarschijnlijk moeten we kijken naar een forecast. En in dat kader zijn er wat werkgroepen gemaakt. En daarin zullen we dus verder de regering adviseren wat er verder moet gebeuren. Pratende over de shelterwerkgroepen, wat kunt u ons nog meer daarover vertellen? Nou, we hebben dus inderdaad een shelterwerkgroep samengesteld, bestaande uit diverse actoren. Een paar zijn het Surinaams Rode Kruis, NCCR, ministerie van OWMV, die zit in de shelterwerkgroep. Verder hebben we ministerie van Volksgezondheid in de shelterwerkgroep, Staatsolie zit in de shelterwerkgroep. En wat deze werkgroep gaat doen is kijken naar wat is de behoefte om dus shelters te bouwen voor de mensen. Hoe moeten we shelters inrichten? Kunnen we gebruik maken van bestaande infrastructuur, zoals recreatiezalen, logeergebouwen,
Soms moeten we ook echt uitweken naar schoollokalen. Dus dat wordt op dit moment bekeken. En wat is er nodig om zo'n shelter te managen? Hoe ga je met de hygiënische omstandigheden omgaan? Hoe ga je met afval en afvalverwerking? Hoe ga je doen met als mensen ziek worden? Hoe ga je doen tussen de scheiding tussen mannen en vrouwen? Als het kleine kinderen zijn, jonge kinderen, wat ga je verder doen? De school, de mensen moeten op school, ook als ze in shelters moeten ze naar school, op school gaan, de kinderen. Dus dat soort zaken wordt dan, in één woord wordt dat shelter management genoemd. En dit team die is ook bezig om te kijken naar ook het onderdeel van shelter management. Kunt u het verschil uitleggen over herverplaatsing, als ik het goed zeg, en evacuatie? Want ik hoorde u zeggen dat daar een wettelijk aspect in zit. Ja, kijk, het grote verschil is eigenlijk dat vaak genoeg, wanneer mensen zich verplaatsen, doen ze het vaak uit vrije wil. Maar er zijn soms ook wel instances geweest waarop je mensen eigenlijk een beetje moet aansporen om gebieden te verlaten. En in dit geval, kijk, wanneer het water omhoog begint te gaan, mensen willen hun haven en goed niet achterlaten. Maar soms kunnen daardoor gevaarlijke situaties ontstaan, niet alleen voor de mensen, maar ook voor de omgeving kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Het grote verschil is dus dat wij op dit moment vragen dat de mensen zich vrijwillig verplaatsen. En dan helpen wij daarbij om dus de mensen daadwerkelijk naar veiligere, hoger gelegen gebieden te gaan. Maar er is ook een mogelijkheid dat mensen geëvacueerd moeten worden. Maar evacuatie heeft te maken met iets dat in de wet moet daarin hebben voorzien. Zodat je dus mensen inderdaad kan verplicht stellen om dus weg te gaan uit een bepaald gebied of verplaatst te worden van één gebied naar een ander gebied. En dat is in principe het verschil. En op dit moment is het dus zo dat wij dus nog bezig zijn met verplaatsingen. NCCR gaat dus zelden praten over evacuaties. Maar het kan zijn dat er ook evacuaties moeten plaatsvinden. Maar dan moet er een andere situatie ontstaan, zoals bijvoorbeeld de noodtoestand moet worden afgekondigd of een bijzondere toestand moet worden afgekondigd. En dan gaat er een andere systematiek zijn om dus dit te implementeren. Ik hoorde u ook zeggen dat het NCCR liever staat voor een financiële steun aan de gedupeerden. Van waaruit vloeit dat? Nou, kijk, wat we hebben gedaan is, we hebben gekeken naar de mogelijkheid om die ook in andere landen te zien zijn. Wij zijn een voorstander daarvan en om een aantal redenen. Een van de redenen is dat we dus niet willen hebben dat mensen, zodra ze een beetje water zien komen, direct vervallen in, dan moet ik een pakket krijgen, bijvoorbeeld. Toch? En dat is vaak de reactie van, oké, er is hoogwater, dus pakketten moeten verdeeld worden. Een volgende regeling is dat de mensen er rekening mee moeten houden dat ze niet voor altijd pakketten gaan blijven krijgen. Dat is ook geen doen. En voor NCCR is het van belang, omdat wij bezig zijn met noodhulpvoorziening. Dus er is een vrij korte periode relatief, waarbij dus dit zal plaatsvinden. En daarna moet er structureel opgetreden worden. Dus, en die structurele optreden is niet iets van NCCR, maar is iets van de regering. Toch? Dus wat wij nu doen is die buffer creëren voor de regering om een structurele oplossing te brengen. En die buffer die we nu maken, dat zal voor een korte periode, een relatief korte periode. Soms is het een maand, soms is het 2 maanden, soms korter, soms langer. Operatie Falawatra bijvoorbeeld is 6 maanden geweest. Dus het is inderdaad iets dat bekeken moet worden. En ten derde zegt NCCR, kijk, je moet ook een stukje de mensen weer terugbrengen naar een stukje zelfredzaamheid. Maar tegelijkertijd weer de mensen, choken is misschien niet het juiste woord, maar je moet ze incentives geven, zodat ze hun eigen economische activiteiten weer gaan opstarten. Dus ik zeg op grond daarvan, zegt NCCR, we hebben liever dat er een vorm van financiële ondersteuning plaatsvindt naar de mensen toe, het zij in wat voor vorm dan ook.
Maar dan moet de basis daarvoor wel gecreëerd worden door de regering. Bijvoorbeeld dat er winkels worden opgezet waarbij de mensen dus daar hun zaken kunnen gaan kopen. Een voorbeeld, ik weet dat de regering op dit moment bezig is met bijvoorbeeld kaarten, dus plastic geld. Mensen die krijgen hun kaart, ze krijgen daarop hun geld gestort. Maar als je geen ATM's hebt, of als de winkels die daar zijn geen postmogelijkheden hebben, et cetera. Dus laat me een voorbeeld geven. Als je op Kwamalasimutu mensen met een kaart hebt en ze kunnen nergens naar de ATM of ze hebben geen winkels daar om hun zaken te kopen, dan heb je niet het hele systeem gemaakt. Dus dat is wat ik bedoel met, wij zijn dus inderdaad voorstander daarvan dat de mensen niet afhankelijk worden gemaakt van pakketten. Maar dat je dus de mensen inderdaad een vorm van financiering geeft, in de vorm van of kaarten of geld. Dat de mensen zelf hun eigen economische activiteiten weer kunnen opstarten en zo het dagelijks leven weer kunnen beginnen te doen. Dus de mensen worden dan niet afhankelijk gemaakt van overheid en overheidsoptreden. Dat is de achtergrond waarom ik zeg van geef de mensen. Wij zijn voorstander van liever geld in plaats van pakketten. Heeft u zelf nog iets aan toe te voegen om de gemeenschap te gerust te stellen met de aanpak van de situatie nu? Zeker. We hebben vanuit alle invalshoeken, NCCR maar ook de anderen, heeft men dus zeer veel aandacht voor de situatie. Niet alleen in Brokopondo, maar we hebben echt ingefocust op Brokopondo vandaag. Maar omdat vanwege de dam en weet je, alle zaken die met betrekking tot de dam besproken zijn en besproken worden. Maar ook elders in het land hebben mensen problemen. En ook door het water. Dus de voorspellingen die er zijn vanuit de meteodienst en andere deskundigen. Die geven aan dat het in de komende periode, dat wij nog moeten verwachten dat er regens gaan zijn. En dat er water gaat komen. De hoogte van het water in het meer, dat heeft de maximale hoogte bereikt waarop de staatsolie de dam kan blijven opereren. Vandaar dat er water wordt gespild. Misschien moet ik niet zeggen spillen, want dat kan misschien een verkeerd beeld geven, maar het water wordt gespuit. En uiteraard, als we dit alles meenemen, moeten we zeggen dat we de bevolking zeker oproepen om rekening te houden met alle informatie die gegeven wordt door de autoriteiten. We hebben er allemaal aandacht voor. We kijken er. Er is een strikte monitoring. Alles wat we krijgen wordt meegenomen om de mensen het gevoel te geven van er is aandacht voor onze zaak. En als er zaken zijn, dan gaan we proberen zo vroeg mogelijk de mensen op de hoogte te stellen. Zodat ze zichzelf in eerste aanleg in veiligheid kunnen blijven brengen en houden. En in tweede aanleg, dat ze dus in elk geval ondersteund. Ze moeten weten dat ze ondersteund zullen worden door de overheid, omdat de president dit eerder ook heeft aangekondigd. We moeten er alles aan doen om de mensen dus te ondersteunen. De meteorologische dienst die is bezig met het opstellen van verwachtingen. Daarnaast, maar in dit case is het bijzonder over Brokopondo en daarboven de gebieden die daarboven liggen, boven het Stuwmeer. En dan heb ik over specifiek een paar dorpen. Dat noem ik Botopassi, Laduani, Kayana. En daar benedenwaarts heb ik een beetje ver. Brokopondo hebben we ook een meetinstrument. En wat we zien, en dan vertel ik ook straks over het klimatologische gedeelte, wat we verwachten. Dus op dit moment weten we dat we in de overgangsmaand normaal moesten zijn, van de kleine droge tijd naar de grote regentijd. Het is gebleken dat we meer natte dagen hadden dan droge dagen in de kleine droge tijd, maar dat komt allemaal door systemen die ons land beïnvloeden. Het weer, hè? We hebben gezien dat de ITCZ, de intertropische convergentiezone, die momenteel gedurende de kleine droge tijd boven Zuid- en zelf Noord-Brazilië moet zijn, die overwegend boven het zuidelijk deel, of tenminste centraal Suriname, bevond. Maar dat komt ook door een of andere fenomenen of systemen dan boven het zuidelijk hemisfeer. We denken in de richting van de Bolivian High.
Dus als gevolg daarvan dat de intertropische convergentiezone, we kennen het als regenmaker, heeft dat ook geleid dat we extra veel neerslag hebben gehad boven die gebieden. Daarnaast waren er ook andere storingen die ook een handje hebben bijgeholpen. Aan de andere kant praat ik ook van het fenomeen La Niña, die vanaf vorig jaar het land of ons land heeft beïnvloed. En de effecten ervan zullen zijn, het gaat langzaam afnemen, maar met de grote regentijd die we normaal kennen, duurt het zeker tot augustus. Maar wat gaan we dan krijgen? De gebieden die liggen ten zuiden van ons land gaan dan relatief minder neerslag krijgen, gelukkig ook. Maar dan krijgen we tegelijkertijd wat we noemen de hurricane season die vanaf 1 juni begint. We zullen te maken hebben met storingen in de lage atmosfeer, de tropische golven noemen we dat. Daarnaast kunnen we effecten hebben van hurricanes. Effecten die zijn van die spiral bands van hurricanes, die kunnen ook boven Suriname liggen. En dan krijgen we dan relatief meer neerslag en zwaar onweer. Plaatselijk hoor, niet overal. Dus het zijn allemaal systemen die het land beïnvloedt, het weer beïnvloedt. En we kennen ook natuurlijk de seizoenen. Hè? Na de grote regentijd volgt de grote droge tijd. En die verwachten we dan vanaf midden augustus tot eind november. Dus wat klimatologisch betreft, verwachting, zien we in samenwerking met de Caribbean Institute for Meteorology and Hydrology dat we tot augustus een gemiddelde boven de 20-40% aan neerslag krijgen. Met gemiddelde bedoel ik dan neerslag die we normaal kennen, berekend over 30 jaren. Dus dan gaat het tussen de 20-45% extra neerslag vallen. Dus we gaan nog wat neerslag krijgen, ja. Wat zou men daaraan kunnen doen, anticiperend daarop, dus de bevolking? Nou, het enige wat wij hieraan kunnen doen is niet paniekerig worden. We hebben het al te maken gehad met zulke situaties. Het enige wat ons zorgen biedt zijn gebieden die onderlopen. En het enige en beste oplossing is tijdig zaken ontdekken. We zullen ons werk doen om de bevolking, de gemeenschappen op tijd te melden. Op tijd te waarschuwen, zodat ze dan op hun beurt de maatregelen kunnen treffen in samenwerking met andere instanties. Er werd gesproken over het plaatsen van meetapparatuur, om dat tijdig te ontdekken. Weet u over welke apparatuur werd gesproken of kunt u ons daar wat meer over vertellen? Ja, over instrumenten, meetapparatuur, dan praten we meest vaak over automatic weather station en automatic rain stations. Automatic Weather Station, een AWS, die is een instrument die alle elementen, dan noem ik bijvoorbeeld de windrichting, de windsnelheid, de temperatuur, de vochtigheid, luchtdruk, dus alle meteorologische elementen voor je meten. En als ik praat over Automatisch Weather Station, dan begrijpt u dat u daar niet persoonlijk hoeft te zijn. Maar de data wordt dan via satelliet naar jouw station toe. Als het ware geproduceerd. Natuurlijk via internet krijgt u die data's terug. Aan de andere kant praat ik over de automatic water level system. Je hoeft ook niet daar aanwezig te zijn. Je instrument is daar geplaatst en dan berekent hij de water level voor u. En dan krijgt u op kantoor, net als de AWS data, ook daar. Dus we hebben op dit moment niet veel aan AWS boven dat gebied, maar de bedoeling is dat we heel gauw zullen plaatsen en in samenwerking met Staatsolie natuurlijk, boven het Meerstuurmeergebied. Zou de bevolking dan in dat geval op tijdig gewaarschuwd kunnen worden om een ramp te voorkomen? Of dat ze dus eigenlijk gewoon beslissen dat ze gewoon op hoger gelegen gebieden gaan wonen? Ja, dus met die instrumenten krijgt u de data op tijd. Hè?
we gaan de mensen op tijd waarschuwen. Maar wat het gevolg van te veel neerslag gaat zijn, kunnen we daaraan het enige doen dat we tijdig ons maatregelen treffen. Dat we op hogere gebieden gaan en dat niet ons goed en alle materiaal die je hebt, die verloren gaat. Toch? Als je onder water ligt. Dus je krijgt de informatie op tijd, zodat je je maatregelen zelf kan treffen. Wat heeft u zelf nog eraan toe te voegen? Een oplossing of een voorstel? Nou, dan ga ik praten over algemeen, niet alleen boven het Stuurmeer. We hebben ook gezien dat er andere delen nu onder water zijn gelopen. Dan noem ik een voorbeeld van Apura, waar delen ook onder water zijn gelopen. Dus de kans is ook dat ook andere delen onder water kunnen lopen bij te veel aan neerslag. Niet alleen het binnenland, maar ook het noordelijk deel als we te maken zullen hebben. Want de verwachting is dat er meer hurricanes zullen zijn dit jaar. Dan moeten we wel een beetje opletten. Natuurlijk zal de bevolking op tijd worden gewaarschuwd. En de nodige maatregelen die genomen moeten worden, die getroffen moeten worden, zullen doorgegeven worden. Men moet wel eraan houden.